We gaan even schakelen met onze man in Sint-Petersburg. Dat is niemand minder dan Bart Nolles. Of waar sta jij precies, Bart, nu dan? Zo, dus echt die vraag heb ik niet helemaal verstaan, Wilfred. Nou, maar volgens mij zei je... Je staat in Sint-Petersburg. Wat is het laatste nieuws, Bart? Het laatste nieuws. Nou, we zijn in Sint-Petersburg vanwege Iran tegen Marokko komende vrijdag. En op deze dag dat we net aangekomen zijn, een kleine 2 uur geleden, hebben we begrepen dat er best wel wat nieuws is rondom voor ons een echte oogappel in de selectie van Iran. Namelijk Alireza Jahanbakhsh. Bij de AZ topscorer geworden het afgelopen seizoen in de Eredivisie, 21 doelpunten. En AZ en Brighton uit de Premier League zijn met elkaar aan het werk om Alireza Jahanbakhsh naar Brighton te transfereren. AZ vraagt 25 miljoen euro voor de Iraanse aanvaller. En er zou een contract klaar liggen voor 4 jaar met een optie voor nog een jaar. Dat is het laatste nieuws dat we hier vandaag in Sint-Petersburg tot ons hebben kunnen nemen vanuit het Iraanse voetbalkamp. In verder overigens prachtige stad. Het is rustig. Het was gisteren een Russische feestdag. Daardoor zijn heel veel Russen vandaag vrij. En als je hier nu op straat loopt, dan zie je wel al wat plukjes Marokkaanse en Iraanse supporters. En ik weet niet of je het kan zien, Wilfred, maar... Nee. Het is hier 1 uurtje later als dat het bij jullie is, maar het is hier nog steeds licht. Dat zijn de zogenaamde witte nachten. Dat hoort bij deze periode van het jaar, daar kan de zon niet helemaal onder. En dan krijg je dus dit soort luchten. Dat wordt dadelijk nog iets meer oranje. Dat is eigenlijk hartstikke romantisch. Ja, nou, dat is heerlijke informatie. Dankjewel, Bart, daarvoor. Heerlijk dat we dat nu ook weten. Maar leeft het wel een beetje, dat WK daar? Want ik zit naar je te kijken en er loopt inderdaad niemand. Maar het WK gaat morgen beginnen, man. Ja, maar dan wel in Moskou. En hier gaat het dus vrijdag allemaal los. Met dus die wedstrijd tussen Marokko en Iran. Ja, nou, dat was een topinterview. Dankjewel, Bart. Gaan we gewoon later deze week nog een keer proberen. Hartstikke mooi.